stop die kijken naar deze nieuwe video. En vervolgens avatar zitten wij weer op een gamepje waar ik mijn racestuur ga gebruiken. Jongens, die video met dat racestuur van F1 racestuur is ontzettend veel bekeken. Echt gewoon 900 weergaven ofzo. Dat is de video waar ik het meeste weergave bij heb. Dus ik dacht, het is wel weer een keer tijd om weer een leuke video op te nemen met het racestuur. Dus vandaag, en we zitten ook op een ander spelletje. Want F1, dat spel, dat had ik zelf niet gekocht. Dus dat was eigenlijk een demo, dus ik dacht, dat ga ik gewoon lekker opnemen. Maar dit spel heb ik dus wel gekocht en het is de Crew. De Crew 1 volgens mij, ja, en deze 2018 komt de Crew 2 uit, dat weet ik. Deze game had ik al veel eerder gekocht. Dus wij gaan vandaag een pakketje deliveren. Dus als we over dit pakketje heen rijden, boys, gaan we lekker beginnen met de missie. Dus ik hoop dat jullie er weer zin in hebben. We gaan weer lekker racen zoals gewoonlijk. En ik ga zo in mijn autootje zitten. Jullie denken van, Floris, waar is je motorkap? Ja, als je remt, kijk. Als je een beetje goed naar beneden kijkt, zie je, dan komt af en toe even de motorkap in de buurt. Want ik heb een Lamborghini voor gespaard bij deze game. Dus bij deze game heb ik dus gewoon een Lamborghini. Dus let's go. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Weer een keer een race-stuur video. En dan gaan we gewoon weer lekker beginnen met de eerste missie van vandaag. Dus mop, gat erop. Ik weet niet waar ik naartoe moet, boys. Ik ben heel benieuwd. Let's go. Ah, kijk, we zien een mooie rode lijn. Wauw, het is echt toch duidelijk blauw. En we moeten alle politie's ontwijken, want er zit politie achter ons aan. En dan moeten wij zo snel mogelijk proberen te zorgen om dat pakketje af te leveren. Want die mensen willen natuurlijk een pakketje hebben. Of zo, vind ik. Maar ja, we gaan gewoon keihard lekker racen. Lamborghini is hartstikke snel. En ik heb trouwens deze game net opgestart, dus ik ben niet ingekomen of zo met racen. Dus als jullie denken, Floris, je bent hartstikke noob en je kan die bochten echt mooi nemen. Sorry daarvoor. Wat is er nou? Oh ja. Ja, ik heb ook allemaal available. Hoe heet het nou? Onder in mijn beeld staan dingetjes wat ik wat kan doen om de politie van de weg af te laten raken. Of wat, nog wat anders en zo. En ik moet duidelijk even inkomen en tracen. Er is een politie daar, dus ga ik even zo omheen zo. Even afremmen, keihard. Even een drift erin. Hoppa. We staan stil tegen het huis. Kak. Oké, we hebben nitro. Oké. Ja, jongens, naast ons hoe heet dat? Kilometerteller of zo. Nee, kilometerteller. Oh ja, een kilometerteller. Hoe hard hebben we gaan? Daar zie je een balkje. Au, de politie zit in mijn kap achter het ding te beuken. Ah, ja. Jongens, dit is een available. Ja, dat ik helemaal zo weg. Ja, ik kan dat woord gewoon niet meer uitspreken. Kak. Jongens, dat is een. Waardoor ik net wegslipte, dat is ook iets wat de politie kan doen. Dat ik mijn hele auto wegslip. Dus als jullie denken van, Floris, hoe kun je zo gay rijden? Dan komt af en toe de politie. Want af en toe doet de politie ook even iets tegen mij. Waardoor ik van de weg af raak. Zeg maar ruk. Hallo, Lamborghini. What the frick are you doing? Ja, laat maar zitten. Nee, achteruit. Ik zit vast. Kakzooi. Kijk dan, ze hebben me gewoon. Ja, oké, let's go. GG van de dingen. We gaan gewoon nog een keer. Als het goed is. Als het goed is, gaan we nog een keer. Ik weet het niet zeker. Want ik zei, dat is mijn inkomdag. Inkompotje van, van de crew. Alsjeblieft. Ja. We zijn er weer, opnieuw bij de kist. Let's go, dan gaan we nog een keer. En nu moeten we het beter doen. 7333 euro staat erop wat ik, krijg als ik dit deliver. Dus let's go, daar wil ik wel even voor gaan. Dus let's go. Let's freaking go. En oké, nu gaan we even pro racen. Oh, het begint gelijk al fout. Oh, wat? Wat? Ik heb een randje in de brug. Jongen, rij nou eens naar ja, mijn Lamborghini is ook geen. Hallo Lamborghini! Lamborghini! Oh, ik zit weer tegen die politie aan. Gas. Oké, let's go. Kijk hoeveel mensen achter mij zitten dan. Oké, maar het is glad op de weg, boys, dus. Dat kan ik ook niet zo heel goed mee rijden. Oké, dit was een lekker bochtje. Oké, er komt een T-splitsing aan, is helemaal ruk, dus dat is echt een 1,5 scherpe bocht. Ja, oké. Oh, deed ik nice gedaan. Nee, ik zie niks. Oké. Dankjewel. Zo, let's go. Zo, hier naar rechts. Zo net stond die waypoint hier naartoe gegeven. Dus ik weet niet waar die waypoint nou is. Oh, hier. Oké, let's go.
De Lamborghini is een van de snelste auto's hier in deze crew. In dit spel eigenlijk, de crew. Dus vandaar dat ik deze lekker gebruik. En dat ik de politie wel eigenlijk kan afschudden. Hoop ik dan. Ja, de politie kan je bij deze missie niet afschudden. Want ze blijven maar constant achter je aan zitten. Maar, ja, we proberen gewoon het beste ervan te maken. En hier hebben we één gekke bocht. Oh, ja, die hebben we lekker genomen. Kijk, keihard gassen. Ja, let's go. Oh, nee. Ik rij weer in het gras. Het gras. En dan moet ik boven naar links. Dankjewel, vanger. Die staat altijd op mobiel. Om je op te vangen. Dus, let's go. Oké, let's go. Bop, gas erop. Tering. Oh. Zo, hoppatee. Walking to the right. Ah, jongen, kel. Ho, nou. Gas erop. Mop, de nitro. Jongen, ja, dat wou... Au, ei. Politie, doe ze niet. Ja, dat, hoe heet dat nou? Ja, ik was er van een nitro aan het vertellen. Dan als ik op X druk, dan boost ik in één keer kaart naar voren. En dan zie je bij de kilometer teller. Dan zie je dan wat op, nou oploopt. Wat aan het oplopen is. Nee, ik zit vast. Hou je weg. Oh. Hoppa. Let's go. Sorry als jullie elke keer roem horen. Dat is mijn stuur. Vind ik helemaal niet leuk. Dat dat zoveel geluid maakt. Maar oké, me niet uit. Hoppa. Rond tonom. Nee, ik rijd verkeerd. Kut. Oké, wacht. Ik heb een alternatieve oproute. Oplossing. Ik heb een oplossing. We moeten even deze hele bocht mee te pakken. Zo. Hartstikke mooi. Oh, nou. Oh, ik zie niks. Nee, ik had nog wel wat moeten zien. Wacht, dan gaan we gewoon zo. Ja, goed zo. We pakken zo meteen gewoon weer de helft naar links. Ja, als we zo verkeerd rijden, we moeten wel aan de gang blijven. Hoppa, maar rijden. Kijk, ja, precies. Dit had ik ook in mijn hoofd. Zo, even crossen met onze dikke banaan. Hoppa. Oh, zo. Het is veel actievol dan de F1 race wel. Maar F1 race is ook hartstikke leuk. En ja, ik heb hier ook paddles, maar ik weet nog niet hoe ik moet schakelen bij deze race. Bij deze game. Dus, maar ja, maakt niet uit. Schakel deze bak wel lekker zelf. Of dus een automaat hoef ik helemaal niet te sturen. Te schakelen, weet je wel. Oké, let's go. Maar dat tenzijde, daar gaan we even op eentje drukken voor onze nitro. Dat we echt gewoon meer dan 300 km per uur gaan. Holy damn. Van echt iets. Sorry meneer. Ho, daar hebben we politie weer. Yo, politie. Ik ga je een beetje hartstikke broed. Oké. Nou, ik ben benieuwd of dat we erbij gaan zijn. Hey, holy shit. Nee, nu zie ik niks. Voor mij moet ik hierin. Ja. Je moet altijd iets naar voren kijken, want elke keer als de the fuck. Nee, ik zit vast! Nee, hou je weg. Nee! Rij dan! Rij. Oké, er is ook een speler bij gekomen, boys. Er is ook een speler bij. Kijk, zoals je kunt zien, die is oranje op de map. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Ik hoop niet dat ik daar maar een webcam voor heb geplaatst. Zo, alle jezus. De politie is hartstikke ruk bezig. Oké, nou, let's go. Gewoon verder. Want er was een speler bij. Kijk, die is oranje. En die probeert je ook af te helpen. En deze truck, die werkt ook niet mee. Ah, kak, sorry. Chimpansees. Ik krijg beroerd. Jalala. Ja, hier is het afleveringspunt. Hier is het afleveringspunt. En ik rij ook nog verkeerd ook. Let's go. Nou, we rijden hier naar binnen. Oh, wacht, laat maar. We moeten hier naar binnen zo. Hoppa. Nou, even gassen. Ja! Dit is ze. Ja, kist afgeleverd. Let's go. Jongens, deze is gelukkig. Oh, we krijgen iets gouds. Oh, voor onze motor. Hey, let's go. We zijn dus voor een motor aan het sparen. Oké, let's go. Jongens, dit was het nog niet. Wacht, wat krijg ik nou weer dan? Ja, dat. Niveau 56. Holy shit. Nee, dat doe ik lekker niet op mijn auto. Sorry daarvoor. Hoppatee. Naar volgende kist. We gaan gewoon naar de volgende kist. En dan, dan gaan we even kijken of we deze kist ook weer mooi kunnen afleveren. Zoals net. Ook al was het net wel een beetje gek chaos. En nu zijn we bij een bronzen kist. Holy shit. Zie je die auto's vliegen daar? Zo. Ja, oké. Dat kan ook, hè. Maar we gaan deze kist ook weer afleveren. Let's go.
gaan weer gassen. En ja, kijken of we deze weer mooi kunnen afleveren. Ik weet niet hoeveel ik hiervoor krijg. Maar nu gaan we eventjes goed racen. Zoals net, maar nu weer iets beter. Nu ben ik in route 66. Hey, let's go. Ja, het stond route 66 op die borden. Daar links of daar rechts. Dus let's go. We gaan gewoon even wat hard racen. Oké, we gaan even hier naar links. Walking to the left. Walking to the right. Oké, let's go. Oké, ja, ja, iets naar links. Zo. Oh, hey jongen, dikke downie. Ja, ja, hier is mijn... Oh, wacht even. Ja, hier zijn die politiecars weer beter voor. De Lamborghini wordt niet in het mooiste rijden. We moeten langzaamaan... Zo, we moeten langzaamaan weer op de weg komen. Zo, hartstikke idee. Ik ga voor jullie even... Hier, alsjeblieft. Zo, gaan jullie maar lekker van de weg af, boys. Oké, we rijden wel vol gas door. Weer met 300 km per uur. Non de pinna, wat is dat hard. Hoppa. Oh, trouwens, ik doe dat eigenlijk nooit vaak racen, maar als ik het een keer doe, ik heb wel plezier in, zoals nu, is het wel altijd hartstikke lachen. En ik zie weer niks, gadverdamme. Ja, ik moet gewoon keihard recht door. Ey, is daar nou al dat ding of niet? Dan is deze wel heel makkelijk. Ey, niks op tegen, maar ho, misschien was het niet zo heel slim. Ho! Oké, hou hem recht. Nee, hou je weg. Oké, let's go. We gaan hun daar naartoe. Oké, ik vind het helemaal best. Ah, je kunt hem afleveren. Let's go. Jongens, we doen nog één kerst. Ja, maar dan zit er net zo'n heuveltje. Ah, jongens, de bal, hè. Er zit er net zo'n heuveltje. Ja, we hebben hem afgeleverd. Let's go. Maar we doen nog even één keer en dan vind ik het wel mooi geweest voor vandaag. Kijk, we zijn weer bij de motor. Let's go. Nou, dit de pleuren we er ook niet. Ja, we monteren. Nieuwe motor erin. Of een beetje een nieuwe motor erin. Is prima. Oh, nou, we gaan dus blijkbaar niet naar een nieuwe kist. Want ik trek die neer op vierkantje. Let's go. Dan hebben we hier nog een leuke kist. We gaan gewoon voor een zilveren kist hier. Nou, snel reizen. Hartstikke mooi. Ga lekker naar een nieuwe kist. Let's go. Hoppa! Nou, deze wordt misschien weer spectaculair, want deze zijn weer wat langer. Want hoe hoger... Ja, want brons is niet zo lang. Goud is hartstikke lang. Zilver is ja iets korter dan goud. Dus, let's go. En ja, als jullie dit leuk vinden, jongens, laat het even weten in de comments. En dan, ja, ik vind het wel leuk om te doen en op te nemen voor jullie. En als jullie ja, nog meer camera's willen zien, dat ik ook bij mijn voeten aan het rijden ben... We moeten dat ook even achterlaten. Maar ik denk dat dit wel genoeg camera's zijn. Eentje op mij, eentje bij mijn stuur. En dat is voor mij het belangrijkste misschien. En ik vind het wel leuk om mijn stuur ook op te nemen. Dus hey, let's go. En ik ga hier even volgens door met mijn Lamborghini, jongens. Dus dat is één gekke pluspunt. Oké, hier even afremmen. Hoppa. Even iets naar rechts, zo. Gewoon afremmen van deze bocht. Gaan we iets naar links, zo. En ik weet niet welke kant ik op moet gaan. Oké, rechtdoor. Oh, een witte auto hier, oh, let's go. Hoppa. Even iets afremmen. Oh, deze bocht kwam wel heel snel. Ik ga naar achteruit. Die politie kom je ook even niet normaal hard aanbeuken. Hey, deze gasten hebben allemaal... Nee, oh, ik ben zo bijna... Ik heb hem bijna weer gefaald. Wacht, hoe heet die auto's nou? En, ja, ik heb het vergeten. Ja, een Voltic in mijn hoofd, maar... Ja, sowieso... Ja, maar nou, dan merk ik, ben even vergeten. Nou, jullie zien, ja. Het zal wel. Maar dan merk dus in ieder geval een lekker merk. Ook een duur merk van auto's, bedoel ik. Kijk waar de auto's in zitten. Als jullie weten trouwens hoe deze automerk heet van die auto, moet je het even laten weten. Ik weet het namelijk wel, dat is zo'n V'tje of zo. Ja, het zit in zo'n V. Het is geen Volkswagen. Maar het is zo, ja, een soort V'tje of zo. Het zit er in de buurt van. Ja, kijk, dan zie je ook op de achterkant staan. Maar ik ben helemaal vergeten hoe de naam ook weer heet. Dus als jullie het weten hoe die heet, laat het dan even weten in de reacties. Ik... Jongen, deze Jossies die beuken mij ook gewoon niet normaal hard, hè. Ja, rij nou. Je staat op een bult te huwen. Hoppa. Hier, krijgen jullie deze even voor je bananen. Oké, let's go.
Kijk, zie je, deze is ook gelijk weer een stuk langer dan die bronzen. Dus, dat vind ik altijd wel leuk. Dan kan je een beetje lekker langer rijden. Dus ja, maar vooral als je een beetje goed rijdt, weet je. Dan is het helemaal mooi. Oh, driftje, driftje. Kijk, mijn auto is getaserd of zo. Niet in die richting. Kakzooi. Oh. Let's go. Weer aan een bochtje. Weer een mooi bochtje maken. Jouwe. Let's go. Weer op X'tje rachen. Dat we weer nitro krijgen. En hou je politie. Ha. Oh. Ja. Komt er net zo'n dikke. Ja, weet ik veel wat merk auto dat er weer aankwam. Zoals het. Dat zal wel. Oh, kijk ze rijden dan. Haal je de balletjes. Mijn auto is veel sneller dan die van jullie. Als het goed is. Ja, of jullie hebben hem keizwaar gepind. Waardoor dat jullie nog sneller zijn dan mij. Die gast, ik rij ook 300, hè. Moet je even nagaan. Oh. Maar beuk nou eens niet zo elke keer in mijn achterkant, man. Gadverdamme. Nou, rijden. Ja, ik heb een off-road wagen. En waarom dat ik in het gras rijd? Moet je niet mij vragen? Kut. Gas. Oh. God non de jus. Het is weer een dikke banaan. Oké, let's go. Oké, je staat weer een blokkade op de weg. Hartstikke mooi met één politie. Ah ja, de ballen. Yo, bro. Oh, zag je naar wat glibberige bandjes? Nee, oh, ik had zeker naar rechts moeten, hè. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Alles is leeg. Oh, we rijden toch nog goed. Oké, let's go. Nou, oké. Hey, ik vind het helemaal best dat ik helemaal goed rijd. Ho, mop, gas erop. Oh. Nu kunnen we het eindelijk waarmaken. Mop, gas erop. We houden dit ding vol hard ingedrukt. We gaan bijna 400 km per uur non de jus, jongens. Wat is dat hard. Oké, we gaan even iets afremmen. Waardoor dat we even zo gaan. Zo, hoppa. Even iets naar links. Het is jammer dat het zo glad is op de weg vanwege al dat water. Maar dat merk je mooi ook in deze game, dus dat vind ik wel nice. Oké, even afremmen. Oh, we zitten gewoon op de verkeerde weg al bijna. Hoppa, een driftje erbij. Mip meeuw. Let's go. Deze weghelft is helemaal verkeerd. Oh, beter kan je doorheen. Let's go. Oh, moet hij over de. Oh, we gaan gewoon over de parkeerplek heen. Sorry auto's. Ho, merk niet. Gewoon een vats doorheen banjeren. Het is toch niet echt. Oké, let's go. Hier is de finish. Ja, ze hebben mij getaserd. Maar einde maakt me helemaal geen banaan uit. Wat moet je eens kijken. 1, 2, 3. Gefinished. Wat? Mijn camera is uitgevallen van. Hè? Mijn camera is uitgevallen van mijn stuur. Oké. Hey. Nou, in ieder geval, nu gaan we toch niet meer verder racen, jongens. ik hoop dat jullie het weer leuk vonden met het race stuur. Ik vond het wel weer lachen. Als jullie het ook leuk vonden, geef dan sowieso eventjes een like. Laat het weten in de comments. En ja, dan zie ik jullie bij de volgende video weer. En ja, ik vond het wel lachen, jongens, om te doen. Dus tot de volgende keer. Later. Oh.